Ernie, vrijdag met 4-0 verloren bij de koploper, um, hoe kijk je terug naar die wedstrijd? Ja, uh, niet leuk natuurlijk dat je verliest, Want om van de koploper te verliezen, dat is natuurlijk geen schande. Alleen Julius stond wel in de elftal van de week, dus dat, dat betekent ook uh, dat wij, buiten dat we uh, de doelpunten te makkelijk tegen kregen, dat we ook uh, een zestal kansen hebben gecreëerd, dus op zich is het natuurlijk wel goed dan ja, morgen kan FC Eindhoven zich al revancheren tegen Telstar, um, wat voor ploeg is dat eigenlijk? Telstar is vooral een voetballende ploeg, uh, heel veel combinaties, de bal gaat heel snel van, uh, van speler tot speler, dus uh, een elftal met aanvallende intenties, dus uh, dat is, uh, ja, wij willen ook voetballen, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Ja, want verwacht je dan dat het een, een voetballende wedstrijd wordt, wat, wat verwacht je überhaupt van die wedstrijd? Ja, zeker, ik denk dat het een voetballende wedstrijd wordt, alleen ja, wij... Uh, we hebben thuis tegen Roda ook de tweede helft laten zien dat we te weinig in duels kwamen. Ja, en dat dat moet beter in ieder geval. Ja, dat was een van de aandachtspunten ook na vorige week vrijdag. Ja, ook na vorige week vrijdag, klopt ja. Hoe zit het eigenlijk met de fitheid van de selectie op dit moment? Uh, de spelers zijn fit, ze zijn heel fit. We, we trainen goed, we trainen hard. Daar ligt het niet aan, alleen ja, we hebben altijd wat uh, blessures. Ja, en dat is wat minder. Maar ja, dat hoort er ook bij. En uh, we, doen, we moeten het doen met de jongens die we hebben. En ik denk dat, dat, uh, dat we heel, een heel goede, goede ploeg hebben. En dat hopen dat we de modder kunnen laten zien. Ja, want Jano Jansen en Faber trainen al steeds vaker mee. Hoe is het met de jongens? Nou, Kas is toevallig vandaag weer aangehaakt. Want hij had een kleine uh, klein blessure. Jano, die uh, doet alleen nog. Uh, uh, die mag ook nog niet in de duels komen. Dus uh, dat doet ook nog wel even voor hij uh, aanhaakt. Ja, verder hebben we wat blessures, zoals uh, Jot van der Zanden. Dat weet je. Cepedro. En uh, Sammy Brua had wat, wat last. Dus een kleine pijntje, allemaal. Oké, okay, en die zijn er dus niet bij mogen, of hoe moet ik dat zien? Nee, nee, nee. Sammy is er wel bij. Maar ook, uh, ja, dat heb je wel eens. Hè, kleine pijntjes. Uh, dat je niet optimaal kunt trainen maar ja, dat vanmorgen is het wel oké okay.